En dan ook vooral wil ik mijn Facebook zusje. Vrienden, ja, het is reeds alweer middag, want het is bijna 1 uur, daar loopt het tegenaan. Ik ben met mijn lunch bezig, Astrid die komt zo meteen. En dat is mijn surrogaatzusje en tevens ook mijn moderatrice, moderator van Facebook voor vele groepen. En ik wens jullie allemaal een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. En dan ook vooral wil ik mijn Facebook zusje Mirjam Eleveld ook in deze vlog benoemen. Ja, zij is een schat van een vrouw. Ze woont in het buitenland. Het is een Nederlandse, maar het is een top vrouwtje. Ja, echt wel. Het is zo'n lieve schat. En ze betekent heel veel ook voor mij, ja. Maar er zijn er meerdere, ja, ook Bertie is erbij. En, te veel om eigenlijk op te noemen. Ik zal ze wel eens een keer allemaal even opschrijven die ik wil op gaan noemen. Onder andere ook Mirjam Eleveld. Maar er zijn er meerdere en die ga ik allemaal toch eens een keertje benoemen. Die heel veel voor mij betekenen. Ja. Dus ja, nou Mirjam Eleveld, lieve schat. Je had even gevraagd of ik je een keertje wou benoemen. Nou, bij deze. En ja. Hij komt denk ik pas na de kerstdagen online. Misschien wel in het nieuwe jaar. Dat weet ik niet. Hoe dat verlopen gaat. Met mij gaat het goed. Ja hoor. En je hebt al zo vaak filmpjes gezien. Hoe mijn huisje er nou uitziet. Dus lieverd. Geniet van alles. Geniet van mijn vlog. Ik weet dat je me volgt. Enkel je hebt nog niet één keer van mij even wat een reactie eronder gezet. Maar dat kan je ook doen, hè. Ja, als je met je mobiel doet, scroll dan even helemaal naar beneden. Daar kun jij een reactie onder zetten. Ja. Maar oké, okay, lieve schat. We gaan verder. En ik wens iedereen, ook jou, een hele fijne, gezegende adventzondag. Het is de laatste adventzondag, het is de vierde. En komt allemaal goed. Ik zeg het tot vanavond laat. Doei, schat. Zo, lieve vrienden. Astrid is net weer de deur uit Rijken en ik heb er even gedag gekregen voor het raam. Het regent steeds hier. Ze moet nou haar dochter ophalen. Dus we moeten nu naar de hele andere kant van de stad. En Kandalfi is binnen. Hé, kerel, hey, kom eens hier. Kom eens daar. Ja, je hoort er ook bij. Hé, zo, je hoort er toch ook bij, of niet? Ja hoor, dat is ook lief. Ja. En daar hebben we Rijka. Ja, oh, goeie. Ach, Gussie. Hoe mooi was dat even. Je hebt koude pootjes. Ja, je komt ook net van buiten. Maar oké, okay, ja, een eeuw in die les geloof ik op de bank. Dat weet ik niet eens. Even over de toren. Ja, die ligt lekker te slapen. Ja nou? Hé. Hey. Rijka, hier, moet ik even meeklauwen? Hé, wijfie toch, hier. Oh, moet je weer bijten? Oh, je bijt maar aan het heen hoor. Boem. Ze had de kussen al kapot. Zoals jullie zien. Ja. Dus ja, maar oké, okay. Wanneer ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Nee. Ik kan er ook niet overheen zitten, het is zonde, oké, okay, maar het valt ook te maken, dus ja, ik moet het even maken. En dan komt het ook wel weer goed. En dus,
Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga ook weer eventjes verder aan deze kant. Ik ga weer even een vlog in elkaar zetten en naar YouTube brengen. Ja, Mirjam Edeveld, nogmaals. Ik zal weer je naam even noemen, want ik doe dit ook speciaal een beetje voor jou. Niet alleen voor de overige vrienden, maar ook een beetje speciaal voor jou, hè. Ja, omdat ik ook heel veel van jou hou, schat. Ja, echt wel. Dus ja, het komt allemaal goed. En geniet jij ook daar in het buitenland waar jij woont. Fijn de mooie feestdagen die er aankomen met jouw familie, je gezin. Ja, alles erop en eraan. Geniet ervan. Je bent weer beter. Dus ja, je bent weer helemaal op en top power. Dus het komt ook allemaal wel goed voor jou, denk ik zo. Ze zeggen, tot later, lieve schat. En tot later, lieve vrienden. Ik zeg... Tot later. Ja, meisje, ik zou daar maar beter mee gaan spelen, want Ewin die wil toch niet. Ja, ik wou dat jullie even toch laten zien hoe en wat. Daarom zweeg ik. Ik denk, ja, je kunt beter stil zijn. Oh, godje toch, hè? Ja. Ewin wil niet, hè? Nee. Ik zou het ook maar niet meer doen, liefie. Nou, ga maar lekker spelen met de touw. Ja, lieve vrienden. Ik wou jullie nog een fijne namiddag toewensen. Maar nadat Astrid dus weg was, ben ik gaan renderen. Dat is ook klaar. Ik denk, maar ja, als die programma loopt, die videopad, kan ik wel lekker eventjes lopen met Rijka. Maar ik had net mijn deur achter mijn kont dicht gedaan en op slot gedraaid. Gaat de poort ineen open. Komt mijn lieve met de broer er binnen gelopen. Oh, zou je net weg? Ik zei, ja, ik zou net weg. Ja, ik zei, maar je mag wel even mee. Ik zei, want het meisje moet er even uit. Ja, oké, is goed. Dus meegelopen, blokje om. En weer thuis lekker aan de koffie gezeten. Nou, weer eventjes over het een en het ander gehad. Had ze leuk, gezellig. En dan nou net weer de deur uit. Maar nou regent het ook. Ja.
Echt, van de vieze, fijne rotregen. Niet leuk. Nou ja, en mijn meisje, ja, die is uitgeteld, hè. Wat wil je? Die is echt... Daar liggen ze, de beide dames. Lief, hè? Iwinda, oh, zo lief. Ik vind het zo enig, hè. Ja. Dus ja, dat komt allemaal wel weer goed. Ah ja, oh, dat vind ik ook zo mooi, hè. De zandtovenaren, vooral rondom de kerstdagen, dat met die hele show komt, dat er ook wordt gezongen enzovoort. Oh, dat vind ik zo mooi. Ja, echt. Dus daar gaan we straks weer ook even naar kijken. En daarna gaat hij weer over naar RTL 8. Ja. Oh, sorry. Ik had dat ding vast. Ja, en de poten staan nog niet goed. Nee, het staat nog niet helemaal zoals het wezen moet. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Dan staat hij scheef. Zolang ik maar niet scheef ben. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog verder. Ik ga dat ook doen. En ja, ik ga even voor de computer aan het werk. Moet ook weer gedaan worden. En dan zal ik nummertje 2 even gaan renderen. Oftewel editen, ja, renderen, editen, weet ik veel. In ieder geval, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later op de avond. En smakelijk eten nog. Ja, ja. En natuurlijk, Mirjam Eleveld, natuurlijk. Ik mag jou vandaag niet vergeten. Oh, oh, wat ben ik toch weer dom, schat. Ja, sorry. Maar oké, ik noem je vaak genoeg, lieverd. Ja. Komt allemaal goed, ook wanneer het bij jou etenstijd is. Ook voor jou een smakelijk eten. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En we spreken elkaar weer op Facebook. Doei doei, schat. Doei doei, lieve vrienden. Tot vanavond. Ja, lieve vrienden. En natuurlijk Mirjam Eleveld. Ja, je bent een schat. Ik vergeet jou niet. Nee, echt niet. Maar het is nou al heel erg laat, zeker vroeg in de ochtend. Het is 3:09. Het is al maandag. Ik moet nog naar mijn bedje toe. Dat we gaan lekker slapen. Rijke gaat mee, Eeuwenie gaat mee, Kandalf is al boven. Dat ik ga het licht afsluiten, de deur op slot. Schutting is al op slot, er kan niemand meer in de tuin komen. Of ze moeten geweld plegen. Ja, dat mag niet. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Nee. Wij gaan lekker naar bed toe. En ik wens iedereen, maar ook iedereen die mij volgt, een welterusten met hele mooie dromen. Gezond weer op. En natuurlijk tot aan de andere kant van de nacht. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot dan. Doei.